nieuwe Nationale Luchtvaartlaboratorium te Amsterdam heeft ten doel de ontwikkeling van de luchtvaart in de meest ruime zin te helpen bevorderen door het verrichten van onderzoek. In de modelmakerij worden vliegtuigmodellen op kleine schaal volgens de juiste gegevens gebouwd. Bij het onderzoek naar vliegtuigtrillingen en het vinden van middelen om deze te voorkomen, wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde triltafel. Op de Amsler trekbank wordt de sterkte en elasticiteit van het materiaal beproefd. Met het stuurkrachtmeettoestel worden de grootste krachten gemeten die een vlieger op de stuurorganen van een vliegtuig kan uitoefenen. Alle modellen worden onderzocht in de zogenaamde windtunnel. Door middel van staaldraden is het model verbonden met meetinstrumenten die boven de windtunnel op een wagen staan opgesteld. Zo worden de verschillende vliegvaarstukken grondig onder ogen gezien, zodat straks als de lucht voor het verkeer weer open zal zijn, ten volle van de ervaringen van het laboratorium kan worden geprofiteerd.